allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag ben ik niet alleen, maar samen met mijn allerliefste moeder. Vandaag gaan we een video opnemen die ik al een hele lange tijd geleden wilde opnemen. Namelijk dat mijn moeder mijn kleding uit gaat zoeken. We gaan zo meteen winkelen en dan gaat mijn moeder dus een aantal outfits voor me uitzoeken. Ik ben heel benieuwd. Heb je al een beetje een idee? Ik ben ook heel benieuwd. Oh, oké. Nou, wordt spannend. Ja, we gaan het gewoon doen. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze video. Abonneer hieronder in ieder geval alvast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Een leuke broek. Ja, wat is voor broek? Maar pak hem eens. Laat ook je maat er niet tussen hangen. Oh. Ja, vind je die leuk? Nou, nu kun je zo zien. Toch nee, niet? Oké. Okay. Ja, doe je best. Wat vind ik wel wat voor je? Niet. Ik vind het best wel leuk hoor. Ja. Is ook wel leuk hè, maar ja, wanneer doe je dat aan? Ja, als het mooi weer is. Dit is een body. Ja, het is een body. Dat zit helemaal in elkaar. Oh. Ik heb geen geduld voor. Hier zit al lippenstift op, kijk. Oh ja, nou lekker dan, zonde. Zonde. Het is wel jouw maat. Ja. Het is wel een leuk rokje. Ja? Ja, dat is voor van de zomer. Van de zomer, ja. Ik vind het wel een schatje. Oh ja, oké. Okay. Leuk hè? Ja, wat moet er dan op? Ja, 36. Oké. Okay. Oké, dan ga ik naar de zoek. Dit is alvast een rokje wat je gaat passen. Oké, okay. Volgens mij hoort dit erbij. Maar jij moet het beslissen. Ik bemoei me er niet mee. Het is een kruis voor. Ja. Hier staat het wel leuk, je weet het niet. Even verder kijken. Misschien is het wel leuk om te passen gewoon. Ja, maar vind je het ook leuk? Je moet wel outfits bij elkaar zoeken die jij echt leuk vindt, hè? Je moet het aanzien. Het is wel jouw motiefje. Ja, maar je moet doen wat jij leuk vindt. Ja, nou, even kijken. Oh, nee, nee. Jij doet alleen maar setjes. Shoulder. Ja, vind je dat niet leuk? Ja, dat vind ik leuk. Ja? Dus die op die broek? Misschien. Ja. Oké, nou zoals jullie zagen staan we nu in de H&M voor ronde 1. Want we hadden allebei een beetje veel spullen in onze handen. Omdat mijn moeder zelf ook nog een paar dingen wilde passen. Dus we gaan zo nog even verder kijken. Maar ik heb in ieder geval alvast twee outfitjes die jullie net hadden gezien. Die ga ik even passen. Ik zal ze even helemaal laten zien. Dit zijn ze. Allereerst dus die slangenbroek. Dus een soort pantalon heeft ze uitgekozen. Met dit off-shoulder topje. En dit witte pakje eigenlijk, want het hoort bij elkaar. Het is een topje en een rokje. Ik vind het eigenlijk allebei heel erg leuk. Mijn moeder en ik hebben sowieso al een beetje dezelfde smaak, dus dat scheelt. En ik heb ook twee paar schoenen die ze heeft uitgekozen en het tasje. Dus ik ga het gewoon aantrekken. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb het aangetrokken. Kom maar. Ik vind het leuk. Ja, vind je het leuk? Alleen, dit maakt een beetje plat denk ik, of niet? Ja, hè? Ik weet niet, ik vind dat flappy hier zo. Dit had eigenlijk gewoon een kroptopje moeten zijn. Maar het rokje vind ik leuk. Ja, het rokje is leuk, hè? Zo vind ik het leuker staan. Ja. Ik weet niet, ik vind dit zo... Nee, het topje toch niet zo. Nee, hè? Nee. En die schoenen zijn ook leuk, vind ik. Schattig. Ja, hè? Echt heel schattig. Loop ook heel lekker. Ik kan niet zo goed op hakken lopen. In die spiegel? Zie je dat? Ja, hè? Ja. Ja, wel leuk. En ik heb een zwarte onderbroek aan en die zie je er niet doorheen. Dus dat... is ook positief. Hij schijnt dus niet door. Dat is altijd wel een dingetje met wit natuurlijk. Het rokje vind ik wel heel leuk. Het rokje is echt heel leuk. Als je bruin bent. Ja, je moet wel opletten waar je gaat zitten. Ja, ik vind het wel leuk staan hoor. Wat is broderie. Heel leuk. Ja, ja. Oké. Okay, nou, volgende. Voor degene die benieuwd is naar de prijzen. Ik heb trouwens altijd alles in maat 36. En een topje kost 20 euro. En de rok die kost 30 euro is de rok. Oké, okay, nou ik heb deze weer aangetrokken. Wat vind je ervan? Echt heel erg leuk. Ja hè, ik vind deze ook heel leuk. Ja, echt heel leuk. Alleen ik twijfel, moet het topje nou off-shoulder of zo? Ik kan alle twee doen, ze off-shoulder. Ik vind het zo ook wel leuk hoor. Ja, je kan het op beide manieren dragen. Ik vind het echt heel mooi. Ja hè, ik vind die broek ook heel leuk. Ja, echt super. Ja hè. Met de schoenen. Ja, die schoenen zijn er ook leuk bij. Ik heb goed gekozen. Je hebt echt goed gekozen, goede smaak. Ja, en het zit heel lekker. Die broek die is best wel vrij hoog. Niet te hoog, maar ook niet heel laag. En wat kost die broek? Weet niet. Ga ik zo kijken.
Ja, ik vind hem echt heel leuk. Kijk zo wel eventjes. Maar ik vind het in ieder geval een hele leuke outfit. Eigenlijk nog leuker dan die van net. Ja, ik vind dit echt een toppertje. Ja, hè? Ja. Ja, ik vind die schoenen ook leuk. Heel mooi. Ik kan er niet lang op lopen, maar ik vind ze wel heel leuk staan. En dat is dus met kurk eronder. Ja, goed gekozen. Ja, leuk. Nu gaan we verder zoeken. Een roze overhemd. Oké. En wat zou je er dan bij doen? Spijkerbroek. Oké. Moeten we die zoeken? Dat staat misschien wel leuk. Ja, wie weet. Ik zou, ik zou het zelf nooit kiezen. Dus ik vind het wel leuk dat jij dat dan wel kiest. Ik probeer eens wat anders. Ja. Streepje. Oh, hier zit een klein streepje in je. Nou, we nemen ze alle twee even mee. Oké. En wil je dan een gewone of met scheuren of zo? Degene die je leuk lijkt, oké. Of ook een donkere. Oh ja, ja, jij houdt altijd van donker, hè? Ja, oké. Ja, ik ga een donkere voor je uitzoeken. Oké, nou kijk, high waist. Welke maat heb je? Dat is altijd 27, goed. Hè? Ja, 27, 32. 30 of 32, ja. Dat is een andere. Oh. Maar wel shaping. Hé, hey. Wat heb jij nou weer? Droeg ik vroeger. Ja. Kom weer allemaal terug. Heb ik ook wel gedragen hoor. Volgens mij heb ik er nog eentje. Echt? Ja, ik draag hem nooit. Misschien gaan we voor rood. Dat vind jij jezelf niet leuk staan, maar ik vind het je wel heel leuk. Ja, ik hou er niet zo van. Maar het is jouw dag. Jij mag alles kiezen. Eindelijk. Ja? Heb je er zo lang op gewacht? Een legging? Oké, met rood. Ja, ik heb nog niet gekozen. Oh, oké. Het heeft wel nog heel lang kruis. Is high waist, denk ik. Nee. Oké. Ik denk dat dit jou wel leuk staat. Ja? Nee, of is het kinderachtig? Nee, jij moet, het is jouw dag. Weet je wat? We gaan het gewoon eens aantrekken. Ja, je pakt de hele tijd zulke dingen. Dus is goed, we gaan het proberen. En dan gaan we iets rood zoeken. Oh, eronder. Oké. Ja. Ja, wil je er niks onder? Ja, wel handig. Ja, dit vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Pantenprint is altijd goed. Nou, dat doen we er gewoon bij. Oké. Wel leuk. Ja, toch? Zie ik jou wel in. Ja. Alleen, dit is misschien een beetje open, maar dat kan zo. Ja, en misschien is het een beetje kort, maar dat gaan we zien. Het is voor van de zomer. Ja, dat is waar. Dan mag je bloot. Nou, dat kan ook niet. Ik zie jou hier wel mee. Ja? Paintball overal. Oké. Leuk. Ja, groen is wel leuk. We doen er gewoon 6. Oké. Nou, ben benieuwd. Nou, ik sta weer in de paskamer en ik heb alles even opgehangen. Mijn moeder gaf zelf al aan dat ze dit waarschijnlijk toch niet... Oh, ik kan het niet zien zo. Dat ze dit waarschijnlijk toch niet zo heel mooi vindt. Maar goed, we gaan kijken. Ik heb trouwens een rood t-shirt bij. Die hebben we natuurlijk ook weer zelf uitgekozen. En ja, laat ik alles maar gaan aantrekken. Ik ben benieuwd. Ik ga gewoon beginnen met het panterjurkje. Die hangt hier al. Nou, ik heb hem aangetrokken. Dit is hem. Ik haal mijn moeder er weer even bij. Mam. Komt u maar. Moet je hem strakker aantrekken? Ja, ik heb er eigenlijk niks aan veranderd. Moet hij strakker? Ja, hij moet strakker. Oké, hij is statisch. Oh ja, dat is beter. Oké. Nee. Nee? Vind je het niet leuk? Ja, hij is kort, hè? Hier zo is hij echt heel... Want hij loopt een beetje in zo'n driehoek. Ik vind het wel een leuk jurkje, maar bij jou is hij te kort en te bloot. Te bloot. Ja, want hij viel net hier ook al open. Maar nu zit dat wel beter, nu die wat strakker is. Van achter is hij wel lang genoeg. Het is wel een heel lekker stofje. Ja, een beetje fluweel. Suède. Ja. Maar hij is wel echt heel kort. Hier is hij wel kort. Ja, hè? Maar ik vind het wel een leuk printje. Panter is eigenlijk altijd goed. Maar nee. Voor iemand die misschien kleiner is, is dat. Ja, ik heb dat wel vaak. Dat kleding te kort is voor mij. Ook broeken, zoals jullie weten. Maar goed. Dat is de eerste. Ik ga nu outfit 2. Als iemand er geen problemen mee heeft, is dat ook leuk. Eens. Nou, dan ga ik nu deze passen. Ik ben heel benieuwd. Ik zou dit zelf nooit pakken, maar dat vind ik dus zo leuk aan deze video's. Dat ik dus kleding ga passen die ik normaal nooit zou pakken. En misschien staat het dan wel heel leuk. Je weet het niet. Ik ga het proberen. Nou, ook dit heb ik weer aangetrokken. En dat was best wel een rotklusje om aan te trekken. Want je krijgt hem dus niet zomaar over je heen. En hier zitten twee knoopjes. En aan de andere kant ook. Dan moet je helemaal los doen en weer vastmaken. Dat vind ik altijd veel te gedoe. Maar goed, ik heb hem aan. Ik hou mijn moeder er weer bij. Ik ben heel veel aan. Oh nee. Nee, hè? Nee.
Een beetje een boerentrie. Nee, ik vind het niet bij je passen. Nee, past echt niet bij. Misschien ben ik hier wel te oud voor. Ja. Ik ben niet oud, maar misschien wel iets te oud hiervoor. Ja. En dat is ook wel heel kort hoor. Ja, dat valt wel mee. Ja, maar ik denk als je gaat zitten dat je gelijk alles ziet. Maar rood staat je wel heel mooi. Ik vind dat dus niet. Ik hou niet van rood. Jawel, hè? Jawel. Jawel, hè? Kijken. Nee, ik vind het niks. En ik vind die tekst op dat shirt ook niet zo. Nee, daar hou ik ook niet van. Waarom heb je hem dan uitgekocht? Anders. Nee, dat is waar. Oké, nou goed. Het ging om de kleur. Het ging om de kleur, ja. Nee, maar dat is niks. Oké, volgende. Oké, volgende outfit is dit pak. En ik ga moeder erbij halen. Komt u maar. Nee? Nee? Vind je hem wel leuk? Nou, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel wat hebben. En misschien moet je riem erom. Mijn koetsje riem. Ja. Ja. Maar het is niet lelijk. Nee, ik vind het niet heel naar. Het is een beetje een... Ja. Niet? Oh, nee. Oh, niet. Nee. Het is een beetje een paintball overal. Maar ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Ik vind die schoenen er ook wel leuk bij. Ah, het is maar, niet heel lelijk. Nee, toch? Nee. Wel een leuke kleur. Ik vind het wel leuk. Ja, toch wel, hè? Ja. Even wennen, maar... Even wennen, ja. Ik heb zoiets nooit aan, een heel pak. Wel vervelend als je moet plassen. Oh ja. Zit je maar even in je blootje. Je moet zelf dicht doen. Zit iets op je rug. Dat is ook wel voor. Dat is vaak met die bodies het geval, dat je ze niet zelf aankrijgt. Ja, ik vind het wel wat hebben. Ja. Wel leuk. Ik met een leuke riem erom. Ja, nou, laatste outfit. Oké, nou de allerlaatste outfit. De roze blouse met de donkere spijkerbroek. Ik ga mijn moeder er weer bij halen. Nou, ik vind het leuk. Ja? Het was heel netjes. Netjes. Maar ik vind het wel leuk. Echt totaal niet iets wat ik normaal draag. Kun je naar je werk doen? Ja, maar ik heb niet zo'n nette baan. Nee, maar misschien straks. Ja. Ik vind het wel leuk staan. Heel mooi zelf. Ik vind het wel mooi. Van. Ja, maar het is niet helemaal mijn smaak. Ik hou wel van iets bijzonderder. Iets minder netjes. Af en toe vind ik het wel leuk. Ja. Ik vind het heel leuk staan. Ja, het is niet mijn smaak, maar ik vind het niet lelijk. Ik vind het best wel leuk. Maar... Ik ben benieuwd wat de kijkers denken. Ja, ik ook. Gewoon heel simpel is het eigenlijk. En netjes. Eenvoudig ziet er niet. Dat is waar. Ja, ik zie dit jou wel dragen. Jij houdt wel van blousjes en donkere spijkerbroeken. Eigenlijk een outfit die jij zou dragen. Typisch. Ik heb het nooit aan. Je hebt altijd blousjes aan. Nee, nu niet. Maar je hebt wel heel vaak blousjes aan en ook altijd donkere spijkerbroeken. Ik heb ook lichte spijkerbroeken. Ja. Oké, nou dat was de laatste alweer. Ja, ik vind het leuk. Welke vond je het allerleukste? De tweede. Die met die slangenbroek. Ja, dat vond ik het allerleukste. Ja, die vond ik ook wel het allerleukste. Ja. Nou, wel heel leuk. Ik vond eigenlijk alles wel leuk, behalve dat overal ding. Vreselijk. Nee, niet die overal die dat jurkje. Spijkerding. Dat jurkje, dat is echt vreselijk. Nou, we gaan het nog een keer doen. We gaan het nog een keer doen. Als jullie het leuk vinden, dus laat dat even weten. Dan kunnen we het naar de Zara of een andere winkel. Noem een winkel op die jullie leuk vinden en dan kan ik nog een keer met mijn moeder gaan winkelen. Misschien kan ik ook een keer wat voor jou uitzoeken. Nee. Oké, dat doen we niet.